Een jaar geleden kende ik hem nog niet, maar nu ken ik hem des te beter. We praten vandaag met Rob Koops. Hallo Rob. Goedemorgen, of middag, of avond. Ik weet niet wanneer je het luistert, maar ik ben er. Hartstikke leuk dat je tijd wil vrijmaken. Want je bent een druk baasje, hè? Ik hou me bezig met allerlei dingen. Ja, onder andere kinderboeken schrijven dus. Zeker. Vorig jaar november kwam jij bij mij binnen in de top 40, als ik het niet vergis. Op nummer 21, en dat is alweer bijna een jaar geleden. Met de Raadselbreker en aangekondigd als een eerste deel van een trilogie. En dat werd meteen een succes volgens mij, hè? Nee, dat is eigenlijk wel een soort droomdebuut. En heel veel leuke reacties gehad van jonge lezers en ook oudere lezers. En dus dat is eigenlijk wel, ik ben echt daar heel erg blij mee. Echt heel bijzonder. Ik heb het uiteraard gelezen, want ik wilde ook heel graag een fragment daarvan laten inspreken. Het is een beetje fantasy, denk ik. Hè? Maar dat is niet echt direct mijn favoriete genre. Maar toch was ik enorm geboeid door het verhaal. Ten meer ook omdat er raadsels in voorkomen. Heb ik toch, om jou te plagen, meteen al een raadsel van 3 cijfers. Ik heb hier 3 cijfers voor jou. 11, 28 en 5. Heb jij enig idee wat die cijfers betekenen? Ik wou zeggen, het antwoord is 6. Dat is sowieso. Nee, dat is een soort running gag die wij op de middelbare school hadden. Als dan bij wiskunde of scheikunde of natuurkunde, waar ik echt de ballen verstand van had, wij het antwoord niet wisten, dan riepen wij standaard 6. En heel af en toe was dat ook nog goed ook, maar meestal natuurlijk niet. Nee, ja, dat is een goede vraag. Ik dacht aan Radio 538, maar dat is hem niet. Nee, dus je moet me even helpen, Rob, in deze, want dit raadsel gaat zelfs mij boven de pet. 11, 28, 5. Nou, 11 staat voor de maand waarin je de top 40 bent binnengeknald. Maar waar staat dan die 28 voor en die nummer 5? Ik zou zeggen met stip op 8, 28 en als hoogste notering 5, toch? Ja, helemaal goed, joh. Wat zijn de prijzen? De koelkast. Jij gaat niet voor de staafmixer, maar meteen voor de koelkast. Ja, nee, 28, koelkast, dat is de positie waar je nu nog op staat vandaag de dag. En je staat er 11 maanden in. Ja, en inderdaad, de hoogste positie was de 5. Dus je hebt de top 5 ook bereikt. En dan hebben we nu al een opvolger, dus deel 2 in die trilogie. Maar daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Ja. Mensen weten hier te waarderen blijkbaar. Ja, het is een open deur, maar dat is natuurlijk wel waar je voor schrijft, zeg maar. Is dat je natuurlijk gelezen wordt. En hopelijk ook gewaardeerd wordt om wat je schrijft. Dus ja, dit is super. Nee, echt gaaf. Leuk om te horen. Ben jij trouwens een kinderboekenschrijver die ook zelf kinderboeken leest? Ja, zeker. Dat deed ik natuurlijk vroeger als kind. Heb ik heel veel gelezen. En mijn moeder die heeft me echt een beetje opgevoed met naar de bibliotheek gaan. En dan ging ik in Zwolle met haar naar de plaatselijke bibliotheek. En nou, daar las ik dan echt hele rijtjes. En ik las met name de Lemnis Kaat boeken veel. Dus van Thea Beckman, Jan Terlouw en Evert Hartman. Die heb ik echt. Dus als er zo'n achtje op stond, hè, zo'n Lemnis Kaat op de achterkant, dan dacht ik, die moet ik sowieso lezen. Dus die heb ik echt heel veel gelezen. En met verjaardagen dan vroeg ik dan ook specifiek om boeken van Thea Beckman. En die heb ik nog steeds eigenlijk. Niet grijs gedraaid, maar grijs gelezen. En dat doe ik eigenlijk nog, ja, sinds ik eigenlijk kinderboeken schrijf ben ik zelf ook weer veel gaan lezen. Maar dan eigenlijk ook natuurlijk moderne kinderboeken. Zoals Pieter Koolwijk, Sander Rozenboom ben ik ook allemaal gaan lezen. Om ook te kijken, hey, hoe heeft het vak zich ontwikkeld? Want dat heeft natuurlijk niet stilgestaan. Hè? Met alle respect voor Thea Beckman. Maar als je daar nu Pieter Koolwijk naast zet, die toevallig ook bij Lemnis Kaat zit. Dan zie je natuurlijk best wel wat verschillen. En dat is ook weer heel leerzaam, want uiteindelijk wil je je eigen stijl ontwikkelen. Maar je wilt natuurlijk ook wel een beetje aansluiten bij de tijdgeest en ook leren van collega-schrijvers. Want ik ben nog nat achter de oren, ik kom net kijken. Dus ik kan nog heel veel leren van deze schrijvers. Heb jij ook mazzel met een goede uitgever, vraag ik me af. Ja, zeker. Nee, dus ik heb een hele goede, Suzanne is eigenlijk een goede redacteur. Ik heb een schrijfcoach ook zelf ingehuurd, Inge van der Krabbe, en daar ben ik heel blij mee. Dus, en ik heb veel proeflezers. Dus en het leuke is, na aanleiding van deel 1 kwamen er heel veel mensen op de lijn die zeiden, oh, ik wil wel proeflezen voor deel 2. Dus eigenlijk met heel veel mensen om je heen die kritisch meelezen, eigenlijk help je jezelf en bewijs je jezelf een hele grote dienst door ook goed naar de feedback te luisteren die de lezers geven. En de redacteur en de schrijfcoach zijn daar zeker heel belangrijk in. Dus daar ben ik wel super blij mee. Want inderdaad, het idee, ik vertel dat vaak ook op als ik op scholen kom.
Dan zeggen kinderen vaak, ja, ik schrijf, ben een verhaal aan het schrijven, maar het lukt niet en het is niet goed. Maar die kinderen zien dat wat ze dan hebben geschreven als het eindproduct. Terwijl eigenlijk is dat maar het eerste manuscript of de eerste versie. En dat is prima, maar laat dat dan gewoon lezen aan anderen. En bouw daar weer verder op in plaats van dat je dat al, als ik nu ben met deel 3 bezig. Als je dat nu zou lezen, dan zou je zeggen, Rob, stop maar met schrijven. Het is mooi geweest, maar dit gaat hem niet worden. Omdat het is ruw materiaal. Het is net als met verven. Eerst zet je het in de grondverf. Dus ik zet nu mijn tekst in de grondverf. En daarna gaat het, het aflakken en het verven. Maar dat is pas later, weet je wel. Dus dat zijn allemaal fases die je moet doorlopen om de tekst beter te maken. En dat vind ik hartstikke gaaf. Dus dan je ziet eigenlijk per ronde, zie je de tekst beter worden. En totdat het uiteindelijk in het boek komt. Je bent schoolschrijver? Ik kom veel op scholen via mezelf, maar ik sta inderdaad bij de schrijfcentrale ingeschreven, dus ook via hen kan ik op scholen komen. En dan vertel ik wat over het boek, ik vertel wat over het schrijversvak, ik vertel ook wat over hoe een boek gemaakt wordt, want zeker als je in wat lagere klassen komt, dan hebben ze soms echt het idee dat ik thuis die boeken stuk voor stuk zit te typen en dan een soort machine op de kamer, op zolderkamer, waar die boeken uitrollen. Dus ik vertel ze ook wat over het vak van het uitgever, de boekhandel. Dus ik probeer ze ook wat meer mee te nemen in de wereld van het boek, zeg maar. Wat ook wel weer past bij de raadselbreker en de boekenburgt en de boekenhoeders. Dus in die zin, de liefde voor boeken, die probeer ik ook echt op de kinderen over te brengen. De meeste schrijvers die ik spreek, die kunnen niet echt leven van het schrijven van kinderboeken. Dus die hebben nog een baan erbij. Dus ik vroeg me af, wat doe jij eigenlijk voor de kost? Ik ben dus stinkend rijk geworden door die boeken. Dus ik heb een eiland gekocht. Nee, ik kan natuurlijk ook nog lang niet leven van het schrijven. En de illusie had ik ook niet hoor. Dat toen ik begon, ik had wel genoeg realiteitsbesef van collega's schrijvers. Dat ik dacht, ja, het is gewoon een lange weg te gaan als je er echt van wil leven. Dus ik zie het ook als een lange termijn planning. Tom Ruipert, bekend van de 7 sleutels, en ik zeg ook vaak tegen elkaar lange adem. Dus je moet niet denken dat je met een halfjaartje al een gearriveerd schrijver bent en daarvan kan leven. Dus ik ben dagvoorzitter, gespreksleider, moderator van zakelijke bijeenkomsten. En dat doe ik met heel veel plezier, dus ik sta eigenlijk voor heel veel groepen. Uiteenlopende groepen en dat praat ik aan elkaar. Dus dat is een mooi vak. En eigenlijk die skills die ik daarvoor gebruik ik op scholen ook weer. Want dan werk ik ook met groepen en dan sta ik ook voor groepen te praten. Maar op scholen gaat het wel gelukkig nog interactiever dan zakelijk. Omdat ik dan ook kinderen natuurlijk veel aan het woord wil laten. Dus eigenlijk versterkt het een het ander. Dus dat doe ik met veel plezier. Eigenlijk ben je als dagvoorzitter dan ook de man in dit geval die de sfeer gaat maken die van zo'n dag, wat serieuze koek is, toch een feestje kan maken. Ja, dat zeg je heel mooi. Inderdaad, dat is ook precies waar ik... Ik heb twee dingen in mijn missie staan. En dat is leesplezier bevorderen en werkplezier bevorderen. En werkplezier gaat er eigenlijk over dat je inderdaad hopelijk... we hebben allemaal wel eens een dag op het werk dat het niet zo leuk is. Maar hopelijk heb je in iedere dag wel iets wat leuk is. Dus ook een dag die minder leuk is, zit er hopelijk altijd wel iets dat je zegt, nou, dat was in ieder geval leuk. Dus dat heb ik als dagvoorzitter heel erg hoog in het vaandel staan. En in mijn werk als schrijver heb ik het leesplezier heel erg hoog in het vaandel staan. Dus natuurlijk vind ik het fantastisch als ze mijn boeken lezen en kopen en lenen en weet ik allemaal wat. Maar nog belangrijker dan dat is dat ze boeken überhaupt lenen en lezen of kopen om te lezen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je leest, als je maar leest. Want van het ene boek komt het andere. Ik zie dat ook een soort stepping stone, hè? Dat je begint met een boek wat je heel erg leuk vindt en dan ga je weer verder kijken. En zo ontdek je eigenlijk weer nieuwe boeken. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus, want het is keuze genoeg. Dus daar ligt het niet aan. Dat is mooi gezegd. Leesplezier en werkplezier. Ik vind die combinatie bij jou wel heel mooi. Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat het kind in jezelf omarmen en naar het kind in jezelf luisteren of kinderlijk naar de wereld kijken, en dat bedoel ik op een positieve manier. Ja, dat is super, weet je wel. Dus je blijft verwonderen over dingen. Ja, dat is natuurlijk een kracht als je op een gegeven moment denkt, ja, ik heb alles al gezien en meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt stimulerend. Dus door de ogen van kinderen dingen te blijven zien, ja, dat vind ik fantastisch, weet je wel. En wat ik zelf als schrijver heel leuk vind, is ook het stoeien met woorden. Ik maak er een sport van om weer nieuwe woorden te verzinnen. In deel 1 had ik het dan bijvoorbeeld over lang lenen in plaats van stelen. En in deel 2 komt verdrietkoorts voorbij. Dus in die zin, ik probeer ook steeds woorden te maken. Nou, überhaupt raadselbreker en schaduwsluiper. Dat zijn eigenlijk woorden die niet in de dikke vandalen staan. Dus dat vind ik ook leuk, het spelen met taal. En dat is ook iets wat ik kinderen ook toe aanmoedig, weet je wel. Ga maar spelen met talen, maak maar nieuwe woorden, verzin ze maar, weet je wel. Dat is ook een verrijking.
Ja. Die creativiteit, dat is echt iets van jou. Zit ook in de Raadselbreker. Dus deel 1 van de trilogie van Oerbloed. Ik ben begonnen in De Schaduwsluiper. Maar ik ben nog niet zo heel erg ver omdat ik een paar andere boeken te lezen had. Ik vroeg me af, je bent succesvol, maar er is één meneer die daar toch anders over denkt. Dat is die professor, die taalprofessor. Hoe zit dat? Wie is dat eigenlijk? Ja, die is ook op een gegeven moment op mijn pad gekomen. Hij is natuurlijk verbonden aan de Universiteit van Vughel. En volgens mij de afdeling of de faculteit Fiscale Literatuur. Je hebt natuurlijk allerlei meningen en blijkbaar is hij de mening toegedaan dat mijn boeken nou niet echt voldoen aan zijn standaard in ieder geval. Maar goed, ja, iedereen heeft recht op zijn eigen mening en ja, ik kijk er wel uit natuurlijk een keer om met hem in gesprek te gaan hierover. Ik heb uit betrouwbare bron ook begrepen dat hij ook graag een keer in jouw uitzending komt, in een podcast aflevering. Maar ja, wie weet dat hij hem dan jou te woord kan staan over dit punt. Maar goed, ik heb verder niks persoonlijks met hem of tegen hem of zoiets. En ieder zijn mening, weet je wel. Dat, Mensen die er verstand van hebben, of menen verstand van te hebben. Ja, dat laatste denk ik met name. Maar goed, laat het maar niet horen, want anders dan gaat hij daar ook weer een filmpje over maken. Dan volg ik jou een tijdje op de socials. Ik heb jou wel eens mondharmonica horen spelen. Heb je iets met muziek of met blues in het bijzonder? Mijn vader, die helaas niet meer leeft, maar die heeft mij wel de blues bijgebracht, zeg maar. Dus vroeger als klein kind, ik kom nog uit de tijd dat je natuurlijk langspeelplaten had. En dus die lagen bij ons ook thuis. En dus die ben ik toen een beetje gaan draaien. En eigenlijk sinds dat ik in de blues zit, zeg maar, ben ik er eigenlijk nooit meer uitgekomen. Omdat ik dat op de een of andere manier, en ik weet ook niet waarom, echte muziek vind die bij mij aanhaakt, zeg maar. En daarna ben ik heb ik op mondharmonica leren spelen. Dus ik heb ook nog in een band gezeten ooit in een grijs verleden. En ik heb eigenlijk altijd wel muziek aanstaan. En dat is nu tegenwoordig wel iets breder, want ik heb 2 puberdochters. Dus die voeden mij ook op met wat andere soort muziek, wat alleen maar gezond is. Dus ik luister nu ook wel naar hip-hop en andere muzieksoorten. En soul vind ik ook echt super gaaf. Maar als je mij op een onbewoond eiland zou zetten en ik zou platen mee mogen nemen, dan zou ik toch ook wel het grootste deel bluesmuziek meenemen. En het is ook wel weer leuk, want ik kan mijn oudste dochter, die is nu ook wel weer heel erg in Fleetwood Mac-achtige muziek en The Doors. En ja, dat vind ik ook allemaal super. Dus die voed ik nu weer een beetje op. Zeg, dan moet je naar The Doors luisteren. Of CCR moet je dan gaan luisteren, weet je wel. Dat vindt ze dan ook heel erg leuk. Dus dan luister ik met haar oren samen weer naar die muziek. En dat vind ik ook wel heel gaaf. Ja. Ja, ik vind muziek wel, ik hoef jou niet uit te leggen hoe belangrijk muziek is, want dat is natuurlijk ook jouw ding, zeg maar. Ja. Het is super muziek, weet je wel, om naar muziek te luisteren. Vind jij die socials belangrijk voor jou als kinderboekenschrijver? En op welke media kunnen we jou vinden? Ik heb zelf gekozen inderdaad om op Instagram eigenlijk het meeste te doen. Ik zit ook wel wat op TikTok, maar ik merk toch dat dat niet helemaal mijn medium is. Terwijl daar wel natuurlijk feitelijk mijn doelgroep zit, namelijk kinderen. Maar, dus ik post daar zeker wel eens wat hoor. Maar ja, ik ben het meest actief zeg maar, op Insta. En op LinkedIn ben ik ook actief. Met name ook als het gaat over wat achtergrondverhalen over het vak van schrijvers. Hè, wat jij al net zei. Monique Sleegs had deze week volgens mij nog een post over gedaan. Dat je er nog niet van kan leven als schrijver. En die btw-verhoging. Nou, er zijn best wel natuurlijk wel dingen die ons raken als schrijvers. En waar we voor moeten opkomen. Dus dat doe ik dan veel op LinkedIn ook. Om mijn stem te roeren. En op Insta inderdaad probeer ik natuurlijk gewoon mensen, eigenlijk ook dat leesplezier, werkplezier te bevorderen met allerlei posts. Niet alleen over mijn boek, maar ook over mijn wereld en mijn gedachtegangen, hersenkronkels. Dus dat doe ik met veel plezier. Dat vind ik ook leuk om te doen. Door die aandacht op de socials heb je ook een heleboel mensen, vooral ook volwassenen en kinderen, naar Utrecht weten te krijgen voor je de presentatie van de Schaduwsluiper, hè, toch? Ja. Hoe was dat feestje daar? Ja, dat was wel super. Ik had Broes inderdaad de week van tevoren nog even gemaild van, goh, hoeveel mensen verwachten jullie? En toen zeiden ze, 160. Dus ik dacht, prima, top, weet je wel, hele mooie groep. Dus, maar goed, het was handig als je opgaf, maar ja, heel veel hadden dat niet gedaan. Had ik zelf misschien ook niet gedaan. Dus toen we begonnen, tenminste toen het begon binnen te druppelen, toen kwamen er steeds meer. En gelukkig hadden ze achterin nog een car staan met allerlei stoelen. Dus er werden steeds meer stoelen bijgezet. En Esther van der Brink had volgens mij geteld. En er waren iets van 130 mensen in totaal. Dus het was echt volle bak, zeg maar.
En ja, dat was natuurlijk hartverwarmend. Want als het gaat over verbinden, over leesplezier en nou ja, eigenlijk elkaar ontmoeten, ja, dan was dat het summum. Dus het enige nadeel is natuurlijk, je bent net als op je verjaardag, je bent zelf te druk met presenteren, maar ook met signeren. Dat je spreekt wel mensen, maar dat is natuurlijk heel kort. Maar heel veel mensen hebben elkaar ontmoet. En dat is natuurlijk misschien nog wel veel belangrijker dan dat ze mij ontmoeten. Dus wat dat betreft was dat eigenlijk gewoon een hele ja, geslaagde boekpresentatie. Dus ja, dus dat was wel gaaf. Het verhaal van de schaduwsluiper speelt zich af in Norge, denk ik. Mm-hmm, ja, zeker. En dan hebben we daar ook nog te maken met de boekhoeders en de raadselbrekers. Of zit dat vooral in jouw eerste deel? Obbe is de raadselbreker, dus die gaat in deel 2 natuurlijk in de schaduwsluiper. Komt hij natuurlijk ook weer aan bod. Wie de schaduwsluiper is, verklap ik natuurlijk nog niet, maar die speelt ook een belangrijke rol. En in deel 3 komen al deze personages en rollen eigenlijk natuurlijk ook weer voorbij. Dus ja, dat is eigenlijk een rode draad eigenlijk door de drie delen heen, zeg maar. Ja. Ik ben nu net begonnen, dus ik ga nog eens even verder zoeken, want ik wil een mooi frappant fragment eigenlijk uitzoeken. Mm-hmm. Wat ik kan laten inspreken door iemand die dat mooi kan. Leuk. Dus daar gaan we het nu even verder niet over hebben, want dat wil ik zelf ontdekken. Maar ik zie hier wel voorin een toch een soort van gedichtje staan. Vind je goed dat ik het even voorlees voor de luisteraars? Zeker, nee, ga je gang. Ja. De paradijsvogel is gevlogen. Hij slaat zijn prachtige vleugels uit. Laat zich meevoeren door de warme wind. Zwevend, zwervend, zwierend, zwaaiend. Op weg naar een nieuw paradijs. Het ga je goed daar, lieve Luc. Ja, prachtig mooi, die alliteraties. Luc, mag ik vragen, wie is Luc? Ja, zeker. Luc de Graaf is een hele goede vriend van mij. Of ik moet eigenlijk natuurlijk zeggen was, maar eigenlijk is hij natuurlijk nog steeds een goede vriend van mij. En die is vorig jaar overleden. Ja, en hij heeft heel veel voor mij betekend op het gebied van, waar we net eigenlijk al hadden, creativiteit, de taalprofessor. Dus we hebben heel veel typetjes gedaan en hij is echt gewoon een hele grote inspiratiebron geweest voor mij. We hebben heel veel lang ook samengewerkt. En ook op het gebied van schrijven hebben we heel veel dingen uitgewisseld. En, dus ja, eigenlijk had deze trilogie nooit kunnen bestaan. Als Luc niet in mijn leven was geweest. Dus hij is echt een enorme verrijking geweest in hoe ik mij heb ontwikkeld en gevormd. En daar waar ik in de raadselbreker Jan Pieter, een goede vriend van mij, heb geëerd. Ja, leek het mij nu goed om, ja helaas omdat hij overleden is, Luc op deze manier te eren. Ja, en Luc was een paradijsvogel. Echt een hele bijzondere man. En ja, wat dat betreft voelt het voor mij heel fijn om hem op deze manier een plekje te kunnen geven in mijn boek. En wat ik merk bij schoolbezoeken, tenminste bij de raadselbreker deel 1, is dat kinderen ook af en toe vragen van, in deel 1 dan gaat het over Jan Pieter, wie is dat dan? En dan kan ik die persoon, dit voor Jan Pieter of Luc, kan ik in ere houden door erover te vertellen. Dus ik vind het ook echt tof dat je A, het heel mooi voorleest, maar B, dit ook aan mij vraagt, omdat ja, en dat is misschien ook wel waar zowel de raadselbreker als de schaduwsluiper natuurlijk ook nog over gaat. Het gaat over leven, het gaat over dood, het gaat over het eren van de doden, hè, die herdenken, zeg maar. Dus er liggen natuurlijk best wel wat zwaardere thema's in die boeken. Omdat ik hoop dat mijn boeken over het leven gaat en het genieten van het leven. Maar ja, daar hoort de dood ook bij, weet je wel. Dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dat. Heb je al gesprekken over filmplannen? Nog niet. En dat zou natuurlijk gaaf zijn, want ik heb ze natuurlijk een beetje geschreven met filmische beelden in mijn hoofd, weet je wel. Want ik ben natuurlijk ook iemand die een beelddenker is. Dus ik heb natuurlijk eigenlijk al die film in mijn hoofd afgespeeld. Of een serie eigenlijk, want dat zou natuurlijk helemaal te gek zijn als je natuurlijk gewoon een serie zou kunnen maken rondom die trilogie. Nee, hoe het een beetje werkt volgt tijdelijk is vaak ook dat zo'n boek moet eerst eventjes gewoon goed landen. Hopelijk een behoorlijke verkoopcijfers aantikken. Als die trilogie een soort van bijna af is, of zo'n deel 2 wat er nu komt, ja, dan voorzichtig aan zou je hopen dat er belangstelling komt, of dat je zelf op zoek gaat naar producenten. Maar ik ben daar nu nog niet actief mee bezig. Maar goed, du moment dat er natuurlijk een eentje aan mijn deur klopt, dan ben ik natuurlijk de eerste om daarop op in te gaan.
Dan bel ik trouwens eerst Thijs van Marle, want die heeft er natuurlijk heel veel verstand van. Dus die helpt mij dan als het goed is op weg van wat ik wel en wat niet moet doen. Want het is natuurlijk ook een hele ingewikkelde wereld. Maar ja, dat is natuurlijk wel een droom. Ja, dan loopt het inderdaad met succes vaak via Thijs. Die heeft al heel wat bioscoopfilms de wereld ingeslingerd. Dus zeker. Die weet al hoe dat moet. Het is ook leuk aan de kinderboekenwereld. Het is een hele laagdrempelige wereld om... Weet je, als ik soms een vraag heb of ik worstel ergens mee, dan kan ik even een appje sturen naar Marcel van Driel. Van goh, hè, wat een hele ervaren schrijver is. Hoe doe jij dit? Hoe zou jij dit aanpakken? Of Sanne Rozenboom of Pieter Koolwijk. Nou, noem ze eigenlijk allemaal op. Die zijn eigenlijk heel makkelijk benaderbaar om je op weg te helpen. En dat is super gaaf. Dus het is niet dan een soort van concurrentie of ego's. En dat is heel fijn. Dus dan kan je als beginnend schrijver, word je ook heel makkelijk op weg geholpen. Dus dat is super. Zijn we nog een belangrijke vraag vergeten? Want je hebt nou nog zeg maar een minuutje om iets te pitchen. Nou ja, wat leuk is om te vertellen. Als de trilogie klaar is, dan stop ik natuurlijk niet met schrijven. Dus ik ben nu heel druk bezig met deel 3. En ondertussen ben ik ook aan het broeden over wat hierna komt. Ik weet niet wat erna gaat komen, maar wel dat er iets na gaat komen. Omdat ik natuurlijk nog lang niet klaar ben met schrijven. Dus ik heb binnenkort ook weer overleg met mijn uitgever om snode plannen te smeden. Maar ik zou zeggen, volg mij gewoon op Insta en dan zie je vanzelf wat dat gaat worden. Maar het dreigt een leuk iets te worden. Dus dat kan ik al wel vast verklappen. Rob, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk om met je te babbelen. En ik ga jouw boek zo meteen lezen. Eerst even afwassen nog, maar de vaat staat er nog. Daarna ga ik in oerbloed de schaduwslaper weer verder. En ik hoop je nog eens een keertje te ontmoeten. Of vind je een gezellige kerel? Zeker, nee, dat hoop ik ook. Want Rob, dat kan natuurlijk niet misgaan. Dus wat dat betreft kijk ik daar ook naar uit. Dus leuk. Ja. Nou, tot kijk en succes met alles wat nog gaat komen. Dankjewel, jij ook hè. Doei. Doei.